Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door IJscafé Danies in Leiderdorp en Tante Suikerspin. R-U-D-O Rio. Ik was toen al op niemand verliefd, maar nou begrijp ik waarom. Alleen ex-vriendjes, we hebben even op de lijst gekeken, ze komen allemaal niet, dus dat is heel goed. Hoe lang was die lijst? Als je dan hier zo staat, dat je dan denkt, zou dit nou Greetje zijn of niet? Welkom bij een nieuwe aflevering van Rudo. Vandaag ben ik te gast in Leiden. Hier achter me bij het Stedelijk Gymnasium zijn allemaal oud-leerlingen. De school bestaat 700 jaar en wij vieren het feestje mee. Rudo! Is het groot feest hier? Hier is het feest. Ja, ja, hier is, ja, 700 jaar Stedelijk Gymnasium. Ja, we zijn al heel oud. Nou, ik zie jonge mensen, ik zie middelbare leeftijd, ik zie wat oudere mensen. Er lopen hier heel veel generaties en heel wat verhalen rond, ja, denk klopt. Ik. Ja, ja. Dus, wat is jouw rol geweest ooit hier? Ik was leraar gymnastiek en brugklascoördinator. En ik heb hier een aantal jaren gewerkt. En wanneer ging je dan hier weg? Ik ben in 81 gekomen en in 2012 weggegaan. Hoe waardevol is zo'n reunie als vandaag dan? Heerlijk. Ja, dit is gewoon heerlijk omdat je zoveel mensen tegenkomt. Waar je dan even moet nadenken hoe ze heten. Niet allemaal, maar wel heel veel. En gewoon dat je kunt kletsen en kunt praten over hoe het was. En wat zijn jouw herinneringen aan deze school? Hoe zou je het omschrijven in een paar woorden? Of een paar zinnen, mag ook. Veilig, gezellig, heel veel activiteiten. Veel meer dan alleen lesgeven. En ja, dat is het eigenlijk. En wie zijn dit dan? Dit zijn twee oud-leerlingen. Herkenden jullie hem gelijk? Zeker. Herkenden jullie, of ja, hun ook? Ja, ja. Ja, maar dat is een klein beetje vals spelen, want haar moeder heeft bij mij op een andere school gewerkt. Ja, dus jullie de link maar was... Maar dan zie je ze staan en dan weet je het ook. En bij haar moest ik nadenken. Maar dat... En soms moet je geholpen worden, hè. Dan is het helaas. Wat wanneer heb jij hier op school gezeten? Vanaf 84 tot 1990. Ja, maar dat is dus ook echt serieus gewoon. Dat is meer dan 30 jaar geleden. Ja, hey, ik weet het. Nee, denk ik, reken het nog even voor. Maar hoe is het dan? Nee, ik zeg het, ja. Het is pijn, voor sommige mensen pijnlijk natuurlijk. Ja, want ik herkende hem, gymles gegeven. We hadden het net ook even dat we zelfverdediging kregen in de tweede. Dat ik dat altijd nog weet. Dat ik dat moest als meisje natuurlijk. Nee, jongens kregen het ook hoor. Jongens kregen het ook. Dat was echt een item toen. Dus het is wel leuk. Maar wat hij zegt, was een hele leuke school met de romerij. Weet je, altijd hele leuke dingen, filmavonden. Kijk echt met plezier op terug. En wat hoop je nou hier vandaag? Zijn er mensen die echt tegen hoop te komen? Of misschien mensen die helemaal niet tegen hoop te komen? Nee, je zei het zelf 33 jaar geleden. Elke 5 jaar is het. En elke 5 jaar komen dezelfde mensen. En die denk ik altijd weer van, oh, nou, die kom ik dan weer tegen. Ja. Nou ja, de rest komt denk ik niet meer. Wij gaan op zoek naar de bijzondere verhalen. Heb je nog een bijzonder verhaal te verdelen van deze school? Nee. Niet bij jou straks. Zijn. Misschien straks. Een van de Lustra zijn we vanuit de toren geabzeild naar beneden om het lustrum te openen. Ja, maar jij was leraar gymnastiek, vertelde je net. Ja, dus. Maar ik was niet de enige. Er was ook een docent Engels bij. Docent klassieke talen, die hier nu rondloopt. Ja, Torena was toen ook naar beneden. En dat was, ja, dat was wel heel spannend en heel leuk. Wij gaan op zoek naar de verhalen van 700 jaar Stedelijk Gymnasium. Rio! En van welk jaar bent u? 81. 89? Nee, 81. 81, oh, maar toen werd ik geboren. toen begon u hier op school. Nee, toen was ik weer klaar. Toen was u klaar op school? Nog erger. Nou ja, dan had ik u toch heel jong ingeschat, toch? Zoals ik dan aankwam lopen. Ja, dankjewel. Maar hoe is het om hier zo op de oude school terug te zijn? Ja, heel leuk. Heel leuk. Ja, ja, ja. En zie je dan ook veel bekende gezichten? Ja, dat merkte je net met de klassenfoto. Dat er inderdaad van ons jaar veel mensen bij elkaar zijn. Ja. Zijn er nou ook mensen die er niet meer zijn, die al overleden zijn? Weet ik niet. Ik denk vroeger, toen we nog op school zaten, hebben we iemand verloren. Ja. Weet ik niet. Daar ben ik niet genoeg voor in contact. Wat is nou een beetje de leukste herinnering aan je tijd hier op deze school, in het gebouw? Mooi gebouw. Leuke stad. En ik had een hele leuke klas. En is hier dan ook echt je basis gelegd?
Voel je dat zo? Ja, want ik kwam uit... ik kwam toen voor het eerst aan in Nederland toen, om hier naar school te gaan. Waar kom je vandaan dan? Ik ben mijn ouders al in het buitenland gezeten, dus ik kwam hier aan. En het was wel heel leuk, want het heeft heel veel steun. Dus ik moest omschakelen van Engels naar Nederlands. En het waren toen vrij kleine klassen. Ja, ik vond het wel. Ik vond het uitdagend. Maar het is ook wel heftig als je dan vanuit het buitenland hierheen komt. Moet je dus helemaal opnieuw gaan aarden. En het moet ook maar even net lukken allemaal. Ja, dat was ook wel zo. Dat was ook zo. En wat doe je nu? Ik was huisarts, maar ik woon in Engeland. Dus maar ben je speciaal voor de reunie dan ook hierheen gekomen? Deels, ja. Nou, ik hoop dat je nog een beetje leuke contacten doet vandaag weer. En fijne dag nog. Rio! Ik wilde namelijk... Wij willen heel graag geïnterviewd. Ik wilde namelijk... Doe je mee? Nee, zo doe ik mee. En dat zegt hij, dat zegt Rob. Nee, ik had tegen hem gezegd, los van jullie, ik wil Jeroen best even... Ja. Ik wil Jeroen best even. Rutte probeert het milieu goed te krijgen en Jeroen regelt het vanuit de lucht. Oh, dus er wordt hier ook een beetje... Er worden gewoon gediscussieerd over de wereldproblemen. Ja, ja. Maar wie was nou verliefd op wie? Nou, ik zeg net, ik was toen al op niemand verliefd, maar nou begrijp ik waarom. Dat kan je toch niet hardop zeggen? Zijn ze niet goed opgedroogd? Ja, jij begint nu wel een beetje... Nee, ik zie heel veel leuke vrouwen, maar ik zou zeggen... Ik ben blij dat ik buiten het gymnasium getrouwd ben. Ja, je hebt wel uiteindelijk... Er is een dekseltje voor het potje gevonden. Ja, tuurlijk. Voor iedereen, toch? Maar hoe kijken jullie terug naar de tijd hier op het stadion? Ik vond het heel bijzonder. Ik ben hier, denk ik, 30 jaar niet geweest. En als je zo naar binnen loopt... Dan krijg je toch... Er komt wat los. Nostalgie? Ja, ik weet niet of het nostalgie is, maar toch een gevoel van... Ja, dit waren toch hele belangrijke jaren in mijn leven. En, als iemand vraagt waar kom je vandaan, dan zeg ik toch altijd uit Leiden. Terwijl ik heb 25 jaar buitenland gewoond, ben in Amsterdam gaan studeren. Maar dit zijn toch de, zoals in Engeland zeggen, de formative years. En dan zie ik hier naar 76, 77. Ja. Dit betekent dat jullie waarschijnlijk wel... Ja, hij is mijn broer. Maar jullie hebben wel tegelijkertijd hier dan ook op de school gezeten. Rob is nog steeds mijn vriend. Dat is een vriend die ik van school... Zijn er nou mensen hier die je liever niet wil zien? Nee hoor, ik wil iedereen zien. Nee, ik denk, nu kunnen we het er even over. Graag ook... 1 jaar nadat we van school waren nog wel het geval, maar nu niet meer. En ik moet er nog een behoorlijke discussie aan zo meteen. Over? Eerst nog leren kennen. Maar waar gaat de discussie dan over? Over het milieu? Ja, gaat over het milieu. En daarna gaan we... Gaan jullie dat hier doen of op de A12? Ja, gaan we zo doen. En daarna gaan we het even over de geopolitiek hebben. En dat is trouwens nog een belangrijk probleem, want de wereld is aan het vergrijzen. Ja, weet ik wel. En zijn aan het vergrijzen. Dus dat is ook een heel groot probleem wat we moeten aanpakken. Dus we moeten allemaal ouder worden en moeten langer blijven werken. Dus normaal, weet je wel, ga je op je 67 met pensioen. Wel zware kost. Ik denk even een luchtige reunie, maar... Nee. Je bent hier om belangrijke onderwerpen te bespreken. Hartstikke goed. Ik wens jullie een fijne reunie nog. Ja, dank je. Rio! Welke herinneringen worden er hier opgehaald? Oh, mijn hemel. Ja, sorry. Nemen jullie dit op? Ja, zeker. Ik loop niet voor mijn lol met de microfoon, hè. Van meneer Dallinga, de vraag aan ons, welke zin is goed? Oké, maar wat is er blijven hangen van de lessen Nederlands? Oh, dit is een quiz of zo? Ja, precies. Maar wat is er blijven hangen? Welke zin is niet goed of welke is wel goed? Ja, dat moet je natuurlijk zelf bedenken. Ja, maar daar ben je nog niet uit. Ja, nou neem je tijd, zou ik zeggen. De camera rolt. Gaat goed. Ja, maar ik heb hier niet gezeten. Dit is niet voor mij. Nou ja, dat is nog steeds Nederlands. Moet je gewoon kunnen. Ja, dat is waar. Maar ben jij er al uit? Nou, ik had het fout. Jij had het fout, maar we weten het antwoord al. Ja, we weten het antwoord. Dit is de vrouw waarover ze gisteren hebben zitten roddelen. Niels, wat zei jij ook weer? Zij zijn werkzaam in het... Wakker, zei jij? Ja, ik heb TV. Oké. Nou, ik ga me er zo meteen even op storten. Jij bent 2011, waar is jouw sticker dan? Ja, ook 2011, allemaal 2011. Dus jullie zijn dan 13 jaar van deze school af, is dan de truc, toch? Want dit is het jaar van verlaten. Dit is het jaar, nou 12 toch? 12, jongens. Maar wat ben je daarna gaan doen? Ik ben rijksambtenaar geworden. Nou, je zegt het alsof je ervoor schaamt. Dat is toch hartstikke goed? Zie je Niels heel snel zo wegsneaken. En Niels die wil niet meer. Hij wil niet meer. Maar nog, ik laat jou ook bijna met rust hoor. Nee, beetje een leuke herinnering aan deze school? Wat,
de leukste herinnering of gewoon een leuke herinnering? Heb je er überhaupt leuke herinneringen? Ja, zeker. Ja? Ja, zeker. En wat maakte deze school voor jou nou zo leuk? Uiteindelijk toch wel de leraren. Ik ga zo meteen op zoek naar meneer Torenaar en ik hoop dat hij in toga rondloopt. En als andere mensen dit zien, dan weten ze wel... Dan snappen zij wel. En jullie kennen elkaar nog van school van vroeger dan? Van school. Ja, precies. Hebben jullie ook naast elkaar in de klas. En hebben jullie ook nog contact gehouden? Ja. We hebben goed contact gehouden met veel mensen ook nog. Dus dat is gewoon leuk. Ik vraag eigenlijk aan iedereen, zijn er ook mensen die je liever niet wil zien? Ik kan me echt niet meer herinneren, is het lang geleden. Alleen ex-vriendjes, we hebben even op de lijst gekeken, ze komen allemaal niet, dus dat is heel goed. Ja. Hoe lang was die lijst? Ja, dat was een behoorlijke lijst, maar het stond er allemaal niet bij, dus dat is heel goed. Rio! Ja, met zo'n bijzondere outfit moet ik wel even bij je komen staan natuurlijk. Wat heb je aangetrokken voor de reunie? Ja. Iets eigenlijk wat ik altijd aan heb. Dus... Maar had je dit op school, toen je hier op school zat, was je toen ook al zo mooi gekleed? Wel redelijk, toen begon het wel, ja. Ja? Ja. Is dit dan jouw eigen stijl? Ja. Ja, dat lijkt me logisch. Ik ga niet iets anders aan. Nee, maar het kan zijn dat je geïnspireerd bent op door iemand. Natuurlijk. Dat je denkt, nee, dat valt niet. Nee, dit is zo'n beetje ontwikkeld op de middelbare school en toen zo doen. Maar hoe kwam dat dan? Waar kwam dat vandaan? Ik ging een beetje zoeken en wat ik wilde, wat ik mooi vond, experimenteren. Ja, wat doe je op een middelbare school, dat? Ja, maar is hier dan ook jouw basis gelegd qua het experimenteren? Misschien worden ben je hier erachter gekomen wie je bent? Weet ik niet. Zeg maar, ik ben als een van de weinigen uiteindelijk een kunstopleiding gaan doen, wat toch een beetje anders was dan wat de rest hier deed op een gymnasium. Dus zodoende, dus om net te zeggen dat ik mezelf hier gevonden heb, maar ik heb wel een leuke tijd hier gehad. Ja, zijn dit dan jouw vrienden van toen? Ja, grotendeels wel, ja. En heb je daar nu ook nog contact mee of is het echt dat je ze hier weer ziet? Nee, we zien elkaar sporadisch nog. Dus we zijn vanmiddag even met z'n allen gaan lunchen en toen zijn we hierheen gekomen. Dus we zien elkaar nog wel, maar niet heel vaak. Welk jaar studeerde jij af dan? 2013. Nou, dus je bent ook echt al 10 jaar weg hier? Ja. En wat doe je nu? Ik werk nu als kostuumontwerper. Nou ja, ik had ook niet anders, ik had het kunnen bedenken. Nee, ja, precies. Dus heb je een site of zo waar mensen nog even op kunnen kijken? Nee, of een social? Niet. Nee, ja, op Instagram. Kijk maar niet. Rio! Wat heb je gedaan? Oh ja, gevallen. Gevallen, ja. Oké. Okay. Ja. Maar het gaat weer goed. What else? Dat is nog afwachten. Ja, okay. En jullie zijn... Ik heb hier niet op school gezeten, maar ik ben van Unity en wij komen de sfeer proeven. Ik zit een beetje... Oh, ja, hier ja, dat is de camera, die loopt ook nog. Hey, ik ben het 19. Ik heb eindexamen gedaan in 1982. En toen was ik 1. Was jij 1? Toen was ik 1. Jeetje. Maar is dit dan, dit dan de hele... Dit is 84, zie je? 84. Jeroen? Ja, en ik ben op zoek naar mijn jaar. Je bent op zoek naar jouw jaar? Het gaat wat trager als je een pols hebt gebroken. Klein geluk is dat het de verkeerde kant is. Maar wat doe jij dan hier? Nou ja, ik ken natuurlijk je heel veel mensen. Je kent ze wel? Ja, en nou ja, zusje van. Zusje van? Oh, dit is jouw zus? Nee, zusje van Bokke. Ja, Bokke. En Bokke zat bij mij. Ik wilde zeggen, ik ken hem niet, toch? Natuurlijk niet, maar het is maar heel Bokke, erg Maar Bokke, ja, ook oh, ja. Bokke. Nee, en wat ik... Bokke. Nee, weet je wat ik net hoorde? Mevrouw de Buk is er. Ja, ik ga op zoek naar mevrouw de Buk. En wie is mevrouw de Buk? Klassieke talen. Klassieke talen, ze is 97. Ja, ik, maar is ze er? Ik heb net een mevrouw in een rolstoel binnen zien zitten. Met grijze gaan. Zit ze in een rolstoel? Ja? Dan moet je nu naar binnen. Ik moet ze even naar binnen. Ja, dan ga ik even ondertussen. Leuk om ze gezien te hebben. Dan ga ik even hierheen zo. Want dan hebben we hier. Dan is dit is dan de zus van Bokke. Ik ben de zus van Bokke. Ja. En wat hadden jullie dan? Hadden jullie ook vriendschap? Ja, nou ik. Het leuke was dat mijn broer is natuurlijk 2 jaar ouder, dus ik mocht altijd mee met hem naar feestjes en uit, terwijl ik eigenlijk nog te jong was. Dus ik ken ook mijn broers klas heel erg goed. Maar dan heb je wel mazzel, want het is natuurlijk ook vaak dat oudere broers of zussen helemaal geen zin in hebben. Nee, maar mijn broer en ik zijn echt 2 handen op 1 buik. Nog steeds? Tot grote ergernis van onze partners, ja. Jullie hebben nog steeds gewoon die klik met elkaar? Ja. Hey, en dit is dan jouw klas? Ja. Hoeveel contact hebben jullie nog met elkaar buiten zo'n reunie? Deze jongens die zien elkaar heel veel. Wij hebben ook weer de beste vriend van mijn broer Bokke is Paul. Dat is toevallig haar broer. Dus wij zien elkaar 1 keer per jaar. En deze meneer? Aarten, ja, wij zien elkaar ook 1 keer per jaar. 1 keer in de 4 jaar bij de receptie. Bij de reunie, ja. En waren er dan ook nog in deze klas vroeger mensen verliefd op elkaar?
Of is dat niet nee, bekend en hebben we een scoop? Nee, wij waren natuurlijk altijd verliefd op jongens uit oudere klassen. Ja, maar... Niet op die kleuters uit onze klas natuurlijk. Was jij verliefd op een van de meiden uit je klas? Was wel, ja. Weet je dat niet? Weet je toch nog wel? Ik weet niet meer wie het waren, maar ik ben best verliefd geweest. Ja. Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 58 dus. Ja, kun je nagaan. Maar wel mooie herinneringen aan, deze tijd hier? Soms zijn we mooie herinneringen, ja. Ja. Nou, geniet er nog even van. Zeker weten. We gaan op zoek naar de volgende verhalen. Heel goed. Rio! Je kijkt zo over me heen, hè? Ik zei, ja. Hoe is het? Ja, heel goed. Ja, dit is jouw oude stekkie natuurlijk. Dit is de gang. Dit is gewoon is de gang. Ja, maar waren dit dan ook een beetje de 1988? Als je het IQ van deze jongens bij elkaar optelt, dan past echt niet in die toren daar. Maar als er nou oud-leraren zijn die... Dat doen we ook al niet, nee. Als er nou oud-leraren zijn die jullie drie zien, denken ze dan, oh god, nee? Ja, dat zou je echt aan die leraren moeten vragen. Volgens mij waren we altijd heel mild voor ze. We waren best lief. Jawel. Heel ja, constructief waren we. Ja. Zijn ogen verraden meer. dat zou kunnen. Ja, maar dat was ook toen al, hè? Dan kon je hem ook al niet peilen. Kijk. Ja. Maar hebben jullie nog veel contact met elkaar? Of is dat echt alleen tijdens zo'n reunie? We zien elkaar elke 35 jaar eigenlijk, zeg maar. En dan is het weer net als gisteren, hè? Ja. Hey, hoe speciaal is vandaag voor jou? Ik vind het bijzonder. Ik vind het echt bijzonder. Kijk, ik woon nog zelf helemaal in de buurt van de school. Ik ken wat mensen hier in de omgeving. Dus wat dat betreft is het niet nieuw voor mij. Maar het is wel ontzettend leuk om jouw vrienden terug te zien. En ik ben ook met zo ontzettend veel plezier hier naar school gegaan. Echt een geweldig instituut. Dus, Heb je het aan anderen ook gevraagd? Is hier jouw basis gelegd? Ik denk dat de basis in jezelf zit. Maar het heeft wel echt iets wakker geroepen bij mij. Ik ben altijd al een vreedlezertje geweest. En van lezen en schrijven gehouden. Ja, kijk, als het ergens kan worden aangezet, dan hier op het gymnasium. Nou, geniet er nog lekker van vandaag. Dankjewel, man. Rio! Hey Tuik. Hey. Hoe is het? Ja, goed. En met jou? Ja, heb jij hier ook op school gezeten dan? Ja, 6 jaar lang. Wat is het, 2012 tot 2018? En ik hou dit niet vol, joh. Ik denk, ik doe net of ik heel stoer heel lang ben. Maar het is te wiebelig. Maar dan ben je nog niet zo heel lang van deze school af. Nee, nu 5 jaartjes eigenlijk. Maar ja, korte tijdspan inderdaad. Valt wel mee. Een mooie tijd gehad hier. Wat brengt jou dan hier? Wat hoop jij te vinden? Oud-klasgenoten of leraren? Ja, eigenlijk vooral gewoon weer even checken hoe het met iedereen is. Even kijken hoe het school is. Er was natuurlijk een nieuw gedeelte bijgebouwd. Dan wilde ik even kijken. Ja, mijn broertje heeft hier gezeten, mijn zusje heeft hier gezeten. Gewoon eigenlijk, ja, want ik zag jou net aankomen lopen met je broertje, maar je zusje is er niet. Nee, mijn zusje die woont nu in Lund, in Zweden, voor studie ook. Dus die, oh ja, daar ga je niet die, even voor nee, die is een beetje moeilijk in de weer gaan. Inderdaad. Maar leuke herinneringen aan de school? Ja, veel. Echt heel veel. Van een Rome-reis tot een winterkamp, tot alles. En maar hier is dan zeg maar, hier ging je je diploma halen. Daarna zou je normaal verder gaan studeren en doen. Maar voor jou is het echt de hele andere kant op gegaan. Ja, klopt. Ja, ik ben niet gaan studeren inderdaad. Ik heb niet het normale pad in die zin bewandeld. Daar had ik denk even geen zin in naar school. Even een soort rusten, wat een beetje uitgerold is in nu ZZP'er life in die zin. Ja, maar ik vind dat je te bescheiden bent, want Tuik is eigenlijk influencer geworden. Dat kan je eigenlijk niet worden, maar dat overkomt je eigenlijk volgens mij. Hè? Nou ja, ik heb heel lang in het buitenland gewoond, in Korea en China. En daar heb ik eigenlijk echt heel erg gemerkt dat ik echt wel zo'n passie voor mode heb en mezelf daardoor wil uiten. Ja, daar heb ik in die zin mijn werk van gemaakt, door dat gewoon te gaan delen op social media. Ja. Op jouw socials laat je echt je eigen stijl, dat zie je nu ook, je hebt echt je eigen stijl qua kleding. Ja. En voor mensen die jou willen volgen, er zijn er op TikTok al geloof ik iets van een paar 100.000. Ja. Waar ben jij te volgen? Op TikTok, Instagram en YouTube. Onder de naam Tuik DJ. DJ D-E... Ja. Tuik Dieder. Of is het Dieder? Ja, dan zeg je Dieder. Ja, het is Dieder. Komt van Didos, hè? Oh, dat is weer je vader. Ja, precies. Dus Tuik en dan D-I-D-E-R. R-E-R. Nou, dus ook daar kan je hem, vinden. Rio! Kijk, en dit is Greetje uit 2010. Ja, dat klopt. Maar waarom zit je sticker op je haar? Hij blijft niet plakken op de jurk. Nee. Oh, oké, maar dan is het een praktisch. Je kent haar gezicht. Maar je hebt heel vaak dat je denkt naar de achterkant van mensen hun rug. God, wie is dat? Ja, nou, als je dan hier zo staat, dat je dan denkt: zou dit nou Greetje zijn of niet? En dan blijkt het Greetje. Greetje, 2010. Ja. Maar jouw sticker. Die zit hier. Maar wacht even. Wie ben je nou? Ja, zie ik eruit alsof ik in 1997 iets ben gekomen? Nee, maar die hele sticker klopt niet. Dit is mijn moeder, die loopt hier ergens rond. En die moet een sticker krijgen en ik weet niet meer in welk jaar het precies was. En ik wil er niet helemaal beledigen met zeggen het was 1971 als het 78 was. Oh, jij wist het gewoon niet?
Jij weet het geboortejaar van je moeder niet. Dit is gewoon politesse. Gewoon een beetje. Ik zou gewoon die sticker weggooien, want dit vind ik ook niet aan. Geen geboortejaar? Nee, afstudeerjaar. Nee, sorry. 2010, jongens. Nee, dan zou je nu 13 zijn. Ah, ik ben 13. Nou, complimenten. Maar jij bent hier van school gegaan van 2010. En ik zie hier nu een groepje meiden staan met z'n drieën. Ja. Is dit dan ook het groepje wat hier dan met z'n drieën ronddolde in de jaren daarvoor? Ja, zeker. Wel redelijk. Ik denk dat we wel vaak met nog meer waren, maar wij drieën zijn het meest na school ook nog met elkaar blijven ontdolen. Maar wat waren jullie voor groepje dan? Waren jullie stil? Waren jullie een beetje de nerds? Waren jullie juist de hippe meiden? Ik denk wel redelijk de nerds. Absoluut. Heel braaf, heel stil. Die wilden ons heel graag in de klas hebben. Ja. Hoewel... Dan ben ik wel heel benieuwd dat jullie jezelf als de nerds bestempelen wat je nu doet. Ik ben belastingadviseur. Ik ben arts. Ik werk hier op school. Nou, dan mogen jullie zelf invullen of het hoekje nerd zo goed is. Slaagd is of niet, ja. Maar wat doe jij hier nu dan? De school die zorgt steeds meer aan zorgtaken. En dat had je echt niet onder onze tijd. Je moest best wel gewoon slim zijn en gewoon doorploeteren. En als je niet zover was, dan was het een beetje de sfeer van... Nou, misschien is gymnasium niet iets voor jou. En ik zit nu op Socrates en je merkt heel erg dat er veel meer open is en aandacht is voor... Hey, niet iedereen heeft ouders die al jaren gestudeerd hebben en zo. Dus om dat een beetje te faciliteren en die brug te overslaan, zit ik er met de structuurklas. Alle leerlingen mogen zich aanmelden, kom erbij. Hij maakt nu reclame, ja. Nu kan het. Ja. En je ziet dat er steeds meer van dat soort mooie initiatieven zijn van school... om te zorgen dat iedereen in ieder geval een kans krijgt om goed te starten. Nou ja, leuk om jullie even ontmoet te hebben. Belasting... Even stappen. Nee, tot zover deze aflevering van Rudo. Volgende week zijn we er weer. En jullie mogen nog even zwaaien. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door IJscafé Danice in Leiderdorp en Tante Suikerspin.